Dan is het woord aan de heer Van Houwelingen. Hij zal spreken namens Forum voor Democratie. Gaat u gaan. Ja, dank u wel. Wij hebben een debat gehad dus over de interventie van het... Oh, dat is heel snel. De heer Paternotte. Ik kon de vraag niet eerder vanmiddag bij de installatie stellen, maar de heer Van Houwelingen is vandaag weer geïnstalleerd als Kamerlid. De vraag die ik zou willen stellen is, heeft hij de heer Janssen die hij vervangt beloofd dat hij over een half jaar weer zal terugtreden, zodat hij weer terug kan keren in de Tweede Kamer? Ik vind niet bij de orde van dit debat horen. Ja, voorzitter, we hebben begrepen dat we alleen hier die vraag kunnen stellen. Van wie? Ja, dat is een goede vraag. Van de Griffie. Ja, dat heeft de Griffie mij niet verteld. En was ook een andere manier geweest, in ieder geval bij mij weten, om dat te doen. Ik vind het niet heel gepast en niet passen bij de orde van dit debat. Ja, voorzitter, er is geen andere gelegenheid om dat te vragen. Dus ik zou u toch willen vragen om de heer Van Houwelingen een kans te geven de vraag te beantwoorden. Ik laat het dan aan de heer Van Houwelingen over of hij de vraag wil beantwoorden. En anders gaan we over tot de orde van dit debat. En dat gaat echt over iets anders. Ja, de heer Van Houwelingen die sluit zich aan bij de voorzitter en vraagt de voorzitter of ik misschien 8 seconden terug kan krijgen die van de tijd af. Ja, ik geef de heer Van Houwelingen het woord. Voorzitter, het is een vrij relevante vraag die je niet bij de installatie van een Kamerlid kan stellen. Van Houwelingen weigert die vraag te beantwoorden, maar die vraag die ziet... de eed die vanmiddag ook is afgelegd. Dus daarom... Bij mijn weten was er wel een mogelijkheid geweest om dat op dat moment te doen. Niet dat ik daar een orde over heb over het wel of niet voorkomen van die gebeurtenis. Maar ik vind dat het nu niet bij de orde van het debat hoort. En ik wil de heer Van Houwelingen nu gewoon het woord geven voor zijn termijn. Ik constateer in ieder geval dat hij die vraag niet wil beantwoorden. De heer Van Houwelingen krijgt het woord en de tijd wordt weer op 2 minuten gezet. Ja, dank u voorzitter. Dan nu over naar echt belangrijke zaken, namelijk oorlog en vrede. De commissie kan bij haar beoordeling van de geloofsbrieven niet betrekken de vraag of de kandidaat in overeenstemming heeft gehandeld of zal handelen met de nog af te leggen zuiveringseed. Bovendien kan pas in strijd worden gehandeld met de zuiveringseed nadat de eed is afgelegd met de daaraan verbonden procedures. Dat gezegd hebben de voorzitter... De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrief heeft de stukken onderzocht die betrekking hebben op de heer P. Van Houwelingen te Schravenhagen. De commissie is tot de conclusie gekomen dat de heer P. Van Houwelingen te Schravenhagen terecht benoemd is verklaard tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De commissie stelt u daarom voor om hem toe te laten als lid van de Kamer. Daartoe dient hij wel eerst de eden, zoals die zijn voorgeschreven bij de wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal van 27 februari 1992, staatsblad nummer 120, af te leggen. Tot slot verzoekt de commissie u... De commissie verzoekt u tot slot om de Kamer voor te stellen het volledige rapport in de handelingen op te nemen. Dank u wel, voorzitter. Hartelijk dank. En ik dank dus de hele commissie voor haar verslag. En stel voor dien overeenkomstig te besluiten. Al dus besloten. Ik verzoek de leden en overige aanwezigen in de zaal en op de publieke tribune, voor zover dat mogelijk is, om te gaan staan. De heer Van Houwelingen is in het gebouw der Kamer aanwezig om de voorgeschreven ede af te leggen. En ik verzoek de griffier hem binnen te leiden. De door u af te leggen eden luiden als volgt. Ik zweer dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enig gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer trouw aan de koning, aan het statuut voor het koninkrijk en aan de grondwet. Ik zweer dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt, getrouw zal vervullen. Dan wens ik u van harte geluk met het lidmaatschap van deze Kamer. Ik feliciteer u bij deze. En ik schors even, en dan mag u daar blijven staan en dan kunnen de collega's u feliciteren. We zijn geschorst.